gaan zingen is Geprezen zij de Heer. Een paar versen lezen uit Johannes. Johannes 9 gaat over de blindgeborene en dat is een hoofdstuk van 41 versen. Dat is heel erg een goed gedeelte om morgenmiddag eens helemaal door te nemen. Laten we dat vanavond niet doen. Dus ik ga de eerste paar versen lezen en de laatste paar versen. En de eerste paar versen gaan zo. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Heeft hij dat gedaan? Degene die het licht nooit heeft gezien of niet ziet, is hij het of zijn het zijn ouders dat hij blind geboren is? En Jezus antwoordde, en dan zegt Jezus, hij heeft niet gezondigd en ook zijn ouders niet. Vind ik altijd zo mooi bij de Heer Jezus. Dat doen de fariseeën ook wel eens om hem te verzoeken, maar je ziet het heel vaak, dat er eigenlijk twee keuzes aan de Heer worden voorgesteld. En je zegt van, nou, is het A, is het A of is het B? En dan komt er zo'n goddelijk C voorbij zetten in de schrift, dat je zegt van, hè, dat had ik nou niet zien aankomen. Dat gebeurt hier ook. Jezus antwoordt, nou ja, hij heeft het niet gedaan en zijn ouders ook niet. Nou, maar waarom is die man dan blind?
Sommige vragen in het leven mag je wel vragen, maar het is soms zo lastig omdat je er geen antwoord op krijgt. Waarom gebeuren die dingen nou? Nou, het mooie is dat de Heer Jezus hier alvast wel een antwoord geeft van waarom die man nou blind geboren is. Dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen die van hem die mij gezond heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dan ontstaat er een hele discussie, daar gaan we nu even aan voorbij. Dat de fariseeërs in gesprek gaan, eerst met de ouders van deze jongen, daarna met die jongen zelf. En die jongen zei, ja, ik weet niet zoveel, één ding weet ik, ik was blind en nou zie ik. En dat komt door die Jezus. En dan aan het einde van dit hoofdstuk, dan is die blind geboren inmiddels de synagoge uitgeschopt. En moeten ze nu niet meer. En Jezus hoort dat. Jezus hoorde, vers 35, Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En hij antwoordde en zei, wie is hij, die Zoon van God, Heere? Dan kan ik in hem gaan geloven. En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt. Mooi hè? Je bent je leven lang al blind, vriend. En toen je ogen voor het eerst van je leven opendeed, toen keek je in het heerlijke gezicht van het kerstkind wat groot geworden was. Het licht van de wereld. Wie is het, Heere, dat ik in hem kan gaan geloven, dat ik hem zal zien? En Jezus zegt, die je gezien hebt, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En ik moet zeggen, dan is het wel beschamend. En dan zeg ik het even, ik weet dat er ook wel uit baptisten en evangelische hoeken hier mensen zijn. En dat is heel fantastisch. Maar het merendeel is toch wel uit de reformatorische kring. En dan moet ik toch zeggen, wat ik nu lees, dat vind ik echt beschamend voor ons als gezin, hoor. Als ik zie hoeveel, en ik ga niet aan de pastorale leed voorbij. Maar als ik zie met welke eenvoud deze jongen tot geloof komt. Ja, dan zou ik bijna willen zeggen, waar halen wij het recht nog vandaan om onbekeerd door te leven? Moest verder lezen, man. Die jongen die is, heeft het zicht gekregen. Hij krijgt de vraag, geloof je in de Zoon van God? En hij stelt de vraag, ja, maar wie is die dan? En Jezus zegt, nou, degene die je het gezicht gegeven heeft, dat je weer kan zien, die nu met je praat, waar je nu naar kijkt, dat is hem. Krijgt hem duidelijk aangewezen. Nou, wij krijgen de Heer Jezus ook iedere keer duidelijk aangewezen. Iedere zondag weer opnieuw en door de week zo ook. En dan dat antwoord. Beschamend gewoon. Als ik kijk naar mijn eigen leven, hoe lang ik heb lopen rondtobberen zonder dat ik mijn hart en mijn leven aan de Heer overgaf. En deze jongen die is een beschamend voorbeeld wat dat betreft. En ik hoop voor jou een aansporing. Hij zegt, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Gaat dat dan zo gemakkelijk? Ga die vraag maar beantwoorden als jij morgen Johannes 9 nog eens doorleest. Ik kan niet anders concluderen als ja. Zo eenvoudig gaat het. We gaan een gebed doen en dan gaan we nog heerlijk een paar liederen zingen voordat we weer naar huis gaan. De tijd vliegt, maar we gaan nog wel even wat zingen. Heren, we danken u voor die heerlijke woorden uit uw evangelie. U bent naar deze wereld gekomen. U bent het licht van de wereld. Die schijnt in onze duistere harten. En soms hopen we nog een stukje te lezen, Heer, uit Johannes 1, waarin we lezen dat u bent gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben u niet aangenomen. We hebben u verstoten, we hebben u afgekeerd. En wat is het een wonder dat we hier vanavond bij elkaar zijn. En alhoewel het helaas niet voor allen geldt, toch zijn er velen van ons die zeggen ja, maar ik heb net als die blindgeborene mijn leven overgegeven in de handen van de Heer. Ik heb de Heere gezien voor wie die werkelijk is. Ik heb het kerstkind als het ware in de kribben zien liggen. En ik ben naast hem geknield en ik heb me voor hem gebogen. En vanaf toen aan met hem geleefd en achter hem aangewandeld. Heere, hoewel dat dan misschien voor velen van ons mag gelden, niet voor iedereen. En daarom hebben we zo ook het gebed dat een ieder van ons vanavond aangeraakt naar huis mag gaan. Als u al wel kende dat we dat vuur van binnen wat zo makkelijk verdooft, dat dat weer aangewakkerd mag worden. En als we al die tijd nog in de duisternis wandelden, dat wonder van genade vanavond mag gebeuren. En dat we het kind Jezus mogen zien. Heere Jezus, dat we u mogen zien. Vader, verheerlijk uw Zoon. O Heilige Geest, stel Christus centraal, ook in het tweede gedeelte. Amen.
We gaan God Rest You Merry Gentlemen zingen. 4 coupletten. Eerste couplet doen we de mannen, tweede couplet de vrouwen en de derde en de vierde doen we het met z'n allen. God Rest You Merry Gentlemen en daarna doen we Op U Mijn Heiland Blijf Ik Hopen.
Eer zij God in onze dagen zingen. Maar voordat we dat doen, wil ik heel graag het kerstevangelie lezen. Wat minder historisch misschien klinkt en meer... Ja, als je het Johannes-evangelie leest, dan krijg je een beetje een soort... Hij spreekt een beetje filosofisch. En toch, het is schitterend. Je kunt over die woorden blijven nadenken en ze resoneren in je hoofd en in je hart, hopelijk ook. En Johannes is als een, nou ik zou bijna zeggen, een apostel bij uitstek, die voortdurend die contrasten duidelijk maakt. Leugen en waarheid, licht en duisternis. En dat komt hier ook al in terug. In het begin was het woord en het woord was bij God. Ja, zelfs het woord was God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Niet alleen God de Vader heeft de hemel en de aarde gemaakt. Nee, God de Vader heeft door zijn Zoon Jezus de hemel en de aarde gemaakt. Jezus is betrokken ook bij de schepping. En zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van dat licht van de wereld te getuigen. Opdat, waarom? Waarom ging Johannes nou getuigen van dat licht? Nou dit, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, die Johannes, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Wat is het licht dan wel? Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en aan ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Als Jezus naar de aarde komt als kerstkind, gaat hij naar zijn eigen schepping toe. Tuurlijk, God de Vader heeft de schepping gemaakt, maar niet zonder zijn Zoon. Dus de schepper komt naar zijn schepping toe en komt tot de onthutsende ontdekking, datgene wat hij al wist, maar dat ze niet op hem zitten te wachten. Hoe zullen we u ontvangen? We zitten vol verwachting. Kijken we uit? Nee, helemaal niet. De wereld zit helemaal niet op de Heer Jezus te wachten. Dat lezen we hier. En we komen het in onze eigen samenleving helaas ook tegen. Hij kwam tot het zijne, maar dat is het grote probleem. De zijne hebben hem niet aangenomen. Ze moeten hem niet. En hoe komt het nou dat aannemen zo'n probleem is? Het is een hartsprobleem. Ze willen hem niet, ze hoeven hem niet, ze hebben er geen verlangen naar. Laat maar zitten. En toch, vers 12 gaat heerlijk verder. Maar alle die hem aangenomen hebben, er zijn er dus blijkbaar toch die hem aannemen. Het licht komt naar een duistere wereld, niemand zit op hem te wachten, niemand neemt hem aan. En vers 12 zegt, en toch zijn er die hem aannemen. We gaan zo lezen wat dan het geheim is. Hoe komt het dan dat sommigen dat dan wel doen? Maar alle die hem aangenomen heeft, die heeft hij macht gegeven, die heeft hij de autoriteit gegeven, de zeggenschap om een kind van God te worden. Je mag jezelf niet zomaar een kind van God worden, maar als je de Heer Jezus aanneemt uit de handen van de Vader, dan mag je jezelf een kind van God noemen. Die macht en die autoriteit, die krijg je dan uit genade van de Heer Jezus. Hoe zit dat? Wie krijgen dat nou allemaal? Dat geldt niet voor iedereen. Niemand zit op de Heer Jezus te wachten. Wat maakt het verschil? Einde van vers 12. Namelijk, die in zijn naam geloven. Dus de grote scheiding vindt plaats daar waar Jezus wel of Jezus niet geloofd wordt. En dan is weer de vraag, ja, maar hoe zit dat dan? Hoe komt het nou dat de ene, oké, de ene neemt wel aan, de ander niet. Dat komt omdat de ene wel gelooft en de ander niet. Maar hoe zit dat dan? Hoe komt het nou dat de ene wel gelooft en de ander niet? Even een laagje dieper. Nou, daar gaat Johannes op door. Het is een pittig boek, zou ik zeggen. Maar het is wel mooi. Als je echte vragen hebt aan de schrift, je kunt overal terecht, maar dan kun je bij Johannes zeker terecht. Hey, die gaat een spade dieper, zo maar te zeggen. Die gaat, oké, hoe zit dat dan met dat geloven? Nou, niet die uit het bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man. Dus alles wat op aarde is, de oplossing komt niet van beneden. Maar Johannes zegt, de oplossing komt van boven. Een hemelse geboorte, wedergeboorte, wij weten, door de Heilige Geest. Hè? Johannes 3 gaat hij dat verder uitleggen. Vers 14, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. En die heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader, vol van genade en van waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade, op genade, op genade. Want de wet is wel door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid die zijn door de Heer Jezus gekomen.
Niemand heeft ooit God gezien. Niemand. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die is naar de aarde gekomen en heeft hem ons verklaard. En wij ontmoeten hem iedere dag weer in de schrift. In het gebed en als we liederen zingen. En dat gaan we nu weer verder doen. Vreugde, loutere vreugde en eer zij God in onze dagen.
De volgende liederen die we gaan zingen zijn Hoor de engelen zingen de eer en heerlijk klonk het lied der engelen. Sing a day from the new.
Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit, wat hier op mijn briefje staat. Niet wat als eerste erboven staat. Als eerste staat er: geprezen zij de Heere. Nou, dat hebben we gezongen en dat doen we iedere keer met geloofstrustingsfilmpjes en met jijderavonden. Maar zo'n opbrengst, dat is echt fantastisch. Dat is geweldig. De opbrengst is €2.377,82. Fantastisch! Oh, geweldig. Laat ik u alle bemoedigen, we zijn uit de kosten. En dat is ook een enorme bemoediging voor mezelf. Ontzettend dank, ontzettend dank. En alles wat over is, dat zal goed besteed worden op een jijderavond of in het werk van geloofstrusting. Dat komt absoluut goed. Zei je? Een mooie stimulans voor Pasen. Precies, een mooie stimulans voor Pasen, voor Kerst of wat ook. Dat is wel leuk. In de pauze kwam er één iemand van jij daar, die dat een beetje achter de schermen dan weer een beetje aanstuurt. Die kwam naar me toe en die zei: Marcel, fantastisch, geweldig, wat is dit genieten. Alleen een beetje warm en een beetje klein. Dus volgend jaar moeten we echt iets anders zoeken. Ik zeg, helemaal goed, we geven een hand, dat gaan we regelen. Dus, wie weet, we leven nog niet in 2016, maar als de Heer het geeft, lijkt het me prachtig om hier een vervolg aan te geven. En uw opkomst en uw enthousiasme en jouw glimlach en big smile geeft de indruk dat het enthousiasme wederzijds is. We zijn alweer aan het eind van de avond gekomen. Ik ga een afsluitend gebed doen. En daarna gaan we, ik zei bij Stille Nacht, Heilige Nacht, van nou, dat is een klassieke, die mag niet ontbreken. Waar we mee gaan afsluiten, ga ik niet eens aankondigen. Dat is te simpel, is te simpel. Maar ik ga wel eindigen. Laten we stil worden en de Heer danken voor alle goede gaven die we vanavond van Hem hebben ontvangen. Heere God, wat bent u groot, wat bent u goed, wat bent u genadig, wat bent u heerlijk. We danken u om uw genade, om uw liefde, om wie u bent. We danken u voor de heerlijke avond, voor de gezelligheid, voor de goede ontmoetingen, voor de bekende gezichten en voor de onbekende gezichten. We danken u voor de heerlijke collecte, Heere, wat is dat een zucht van verlichting als zo'n eindejaarsgift komt. Heere, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u harten geneigd hebt, dat ze wilden geven. Heer, dank u wel voor de vele Bijbelgedeeltes die hebben mogen lezen. Dat we mochten zien wie u bent en dat we ons hart eraan op mochten halen als we u kennen. En als we u niet kennen, dat we het als een spiegel voor ons mochten houden. En Heer, dat we vanaf nu ons eraan vast zullen klampen. En niet meer los zullen laten. En Heer, tegelijkertijd in het gebed strekken we onze handen naar u uit, Heer. Want als we het van onze eigen kracht moeten hebben, dan houdt het buiten bij de deur al op. Heren, maar we strekken ons uit tot u en geven ons aan u over en danken voor uw genade. Heren, we moeten het van u hebben en van niemand anders. Dank u wel, heren, dat er zo'n heerlijk feest is. Weet wel, volgens de officiële historische gegevens zou u eigenlijk in september of misschien wel in het voorjaar geboren zijn en niet op 25 en 26 december. Heren, wat maakt dat uit? We hebben twee schitterende dagen gehad waarin we over u, over uw komst en over uw werk hebben mogen nadenken. En Heer, dat is wat telt. En daar zeggen we u hartelijk dank voor. En Heer, als we zometeen uit volle borst een slotlied gaan zingen. Heer Jezus, wilt u onze gebeden en onze gezangen reinigen. Maar het vervolgens dan ook als een liefdelijke reukwerk bij de Vader aanbrengen. Heer, dat het mag als muziek. Om het eerbied te zeggen, als muziek ook in uw oren mag klinken, dat we het mogen zingen. Heere, hoort u ons zo, ons gebed, neemt u onze dank en onze verwondering en onze verootmoediging aan. Wilt u ons zometeen ook helpen als we weer naar huis gaan op de wegen. En sommigen hoeven maar een blokje om, maar anderen zitten nog een lange tijd in de auto. Wilt u ook op de wegen bewaren, dat we een goede thuiskomst hebben. En hier ook als hier straks nog volop aan de bak moet gegaan worden door de vrijwilligers om op te ruimen. Dat ook daarin alles helpen, dat het voorspoedig mag gaan. En dat we morgen, op een heerlijke rustdag, dankbaar mogen terugkijken op wat we vandaag hebben gehad. Heren, dank u wel dat u ons dat geeft in Nederland, waar zoveel duisternis is. En dat we op zo'n avond als deze toch het, ja, niet alleen in de lampen, maar ook in geestelijke zin het licht zien schijnen in uw woord, in de liederen, in de ontmoeting. Heren, in alle dingen. Dank u ervoor dat u Nederland nog niet verlaat. Al heeft u er alle reden toe.
maar dat u Nederland niet verlaat. En dat u, het lijkt er sterk op dat u in de jonge generatie bezig bent om harten te maken tot dienstbetoon voor u. Heer, dank u wel daarvoor en wilt u al het werk van geloofsterusting en van jij daar zegenen. Heer, was het ook heerlijk dat we zo'n avond ook samen mogen organiseren. Dat we schouder aan schouder in uw wijngaard staan voor dezelfde zaak te dienen. Voor dezelfde, in het bijzonder de reformatorische jeugd er te zijn. Heer, wat heerlijk en dat er dan ook zoveel jongeren en ouderen zijn. Heer, wilt u het werk ook voor in 2016 zegenen, helpen. Als er veel filmpjes nog gepubliceerd zullen worden, als er nog... Nou, ontzettend veel jongerenavonden zijn georganiseerd. Heer, dank u wel dat dat er allemaal mag zijn. En geeft u ook uw zegen in het nieuwe jaar. We leggen alle dingen voor u neer. Dank u voor alles. En vergeef ons dat we u niet de lof toebrengen op de manier die het zou moeten. Namelijk volmaakt. Maar neemt u ondanks dat aan wat we u kunnen bieden. Gebroken vaten. Heel ze, Heeren, genees ons. En doe ons verlangend uitzien. Als echte adventschristenen naar uw komst die ons heil, onze verlossing, onze zaligheid volledig zal maken. In Jezus' naam. Amen.